Hallo allemaal, daar ben ik weer. Ja, het huisje opgeruimd. Tijd voor mezelf. Lezen met mijn boek. Wat ik al eerder heb laten zien in een ander vlogje of met mijn video filmpjes. Ja. Ik ben niet eenmaal met eens. Sommige dingen ben ik het niet helemaal met eens. Ik denk bij mezelf, zo heb ik het niet beleefd. Men wil vaak wel in hokjes denken wat irritant is. Maar het zet je wel aan het denken. Het is wel iets wat je denkt van, ja. Alleen het is lastig dat je omgeving dat niet helemaal begrijpt. Of niet zo diep in de materie gaat, zoals ik. Nu ben ik bij mijn suikervrije journey bezig. Met mijn healthy journey. Spirituele journey. Mijn journey of creativity van mezelf. En ik heb kombucha gekocht bij de natuurwinkel in mijn buurt. Dit is kombucha. Ja, het is dan wel geopend. Dat is gewoon, ja, organic, Nemo, vegan, sugarvrij en raw. Voor de raw food liefhebbers. En mijn omgeving, dat is ook van de healthy style, heet die merk, kombucha. En dat is goed voor de darmen, maar mijn omgeving, ja, ik moet niet zo de focus op mijn omgeving. Mijn omgeving vindt het wel lastig dat ik gezonder ben. Want de meeste mensen zijn gewend dat je als hun bent en born bent, zoals ik het maar noem. Ik ben bezig met mijn unieke ontwikkeling en met gezonde voeding. En heel veel mensen zijn gewend aan ongezonde voeding. En gewend aan, ja, het is maar een colaatje. Of het is maar een sigaretje. Of het is maar een biertje. Nee. Alles wat je doet, onthoud je onbewuste. En aan jezelf werken is iets moois. En dat ben je jezelf verplicht om aan jezelf te werken, gezond te leven. Ik geef mijn geld graag aan gezondheid, aan supplementen, aan sportapparaten, ja, waar ik verder kan ontwikkelen, ook een investering. Maar mijn omgeving is nog niet zo ver waar ik ben. Dat vind ik nog lastig om te dealen. Want sommige mensen hebben best wel gemeen dingen tegen mij gezegd. Dat ik mezelf denk, het is naïviteit om iemand in een hoekje te duwen en te zeggen, jij bent dit of jij bent zus. Of je bent volgens mensen te dik. Of je bent volgens je omgeving te dun. Ik heb ook eens een keer gehoord dat ik een anorexia patiënt ben. Terwijl ik bij mezelf denk. Kijk eventjes naar me. He, ik ben gewoon gezond en mooi zoals ik ben. Ik accepteer mezelf voor wie ik ben. En daar werk ik elke dag aan. En ik ben, jongens, we moeten niet zo letten op een ander. Ik focus op mijn leven. Jullie hebben jullie leven. En als je gaat veranderen. Vindt je omgeving dat lastig, want ze zijn altijd gewend dat jij, ja, een beetje als hun was. Of ze dachten dat jij als hun was. Terwijl je eigenlijk uniek bent, anders bent. Want iedereen is anders op zijn eigen manier. En ik denk dat het juist goed is dat mensen elkaar vrij laten. Ook al heeft met de relatiepartners te maken, of wat voor relatie met wie dan ook. Dat je elkaar vrij laat en elkaar in eigen waarde laat. En niet denkt van, oh, ik wil dat jij dan eens mij bent. Of ik wil graag dat jij van mij houdt. Anders kan ik niet functioneren. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we elkaar ruimte geven. Vooral in relaties elkaar ruimte geven. En voor elkaar zijn. Dat is iets wat ik graag in een partner zoek. Maar ook gewoon in mijn omgeving. En ik focus op mijn doelen. En wat ik belangrijk vind. En mijn creativiteit. En natuurlijk, ja, ik moet nog heel veel dingen leren. Ik ben hier gekomen om te leren, want ik kan ook niet alles uit mijn hoofd. Weet je, veel dingen weer wel, maar ik leer ook elke dag. Ook voor gezondheid, ik denk, damn, Esther, die limo is beter. Of deze noten zijn beter biologisch. Weet je, dat ik dan denk bij mezelf, daar kan je ook weer lekkere dingen mee maken. Weet je? En ook ik moet leren, ook soms mezelf te verwennen. En het niet alleen maar zaak te zijn. Ik ben aardig, nou ja, extreem zakelijk, maar ik ben wel gewoon professioneel. Het is ook een soort label, professioneel. Ja, maar ik probeer wel mijn best te doen waar ik het kan. Ik leer elke dag steeds meer, ook over de healthy food. Want ik had graag gehad dat ik vroeger in mijn jongere jaren dit allemaal wist. Veganistisch en kombucha en weet je, dadels met lekkere chocolade. Over dadels gesproken van chocolade op bij de natuurwinkel moet je niet te veel nemen. Maar het is wel lekker, een klein procentje voor jezelf. Maar het zijn ook heel veel lekkere dingen die gewoon gezond zijn. En dat mag meer gedeeld worden, geshared worden. En ik ben sowieso pro-healthy, pro-homeopathie, pro-love, pro
nature, weet je, pro, alles wat gewoon voor natuur staat. En natuurlijk, ik heb ook mijn stappen waar ik in maak. Dat ik bij mezelf denk, ik ga minder op social media zitten. En ik ga meer aan mezelf werken. En ik heb ook tijd voor mezelf. En ik heb ook gewoon richtlijnen waar ik aan hou. Maar richtlijnen over, na deze tijd ga ik nu op internet. Weet je, dat ik mezelf denk, het is geweest. Volgende dag ga je. Nou, de volgende dag, maar dat ik gewoon niet mijn tijd elke keer voor. Social media is ook een verslaving een beetje soms. Veel te veel mensen zijn verslaafd aan telefoon en aan de computers. Ook al zegt ze van niet. Nou, sigaretten is ook een verslaving. En andere dingen. Maar ja, mensen denken vaak dat een verslaving vaak is iets wat als je te vaak doet. Of te veel. Maar ja, we zijn hier gekomen om te leren. Te leren aan, over onszelf. Ik ben heel blij dat ik nu kombucha heb gekocht. En gezond eet. En gezond beweeg. Ik beweeg heel veel best wel. Ik beweeg 2 keer, 1 keer per dag. Niet te veel. Want ook veel sporten kan ook een verslaving zijn, weet je. En sporten is ook heel fijn. Je kan ook je kracht erin vinden. En je veilig en fijn bij voelen. Maar ja, soms heb ik ook echt spierpijn. Ik denk mezelf, Esther, calm down. Je bent geen, niet een windpaardje, weet je. Van, ja, ik moet ook soms een dagje rust nemen. En dan denk ik mezelf, shit, ik wil liefst elke dag sporten. Maar ja, van dingen leer je altijd, weet je. Over sporten gesproken, toen ik mijn journey begon, toen ik een tiener was, van sporten. Ten eerste is gezonde voeding heel belangrijk. Maar toen ik ging sporten, jongen, ik heb eens een keer 8 uur achter elkaar gesport. En dan hoop je denk ik 8 uur, ja 8 uur. Ik had toen een wifi. En dan kon je van je sportspelletjes doen. En ik dacht lekker, ik ga door. Ik dacht aan mezelf, ja, dit kan ik wel, het gaat goed. Nou, ik ging mijn bed in en ik was tot rust gekomen. Mijn hele lichaam zat te shaken gewoon. Ik weet nog, toen ik met mijn moeder over de vloer kwam, ik zei, mam, ik heb pijn in mijn benen, mijn lichaam. Mijn lichaam was gewoon echt van, fuck you Esther, fuck you. Ik had overal pijn in mijn lichaam. Maar ja, 8 uur is ook belachelijk. Dat is typisch mijn werk. Heel erg fanatiek ben in iets wat ik wil. Dus ik ga nu mijn 8 uur sporten achter elkaar. Raad ik jou ook niet aan. Ik ga wel in ieder geval gewoon een uurtje sporten of een kwartiertje. Dat is goed. Weet je? We bewegen ook sowieso veel. Maar ja, soms hebben we in ons hoofd dan denken we willen heel veel dingen doen. En het kan ook wel, maar het gaat soms in deze realiteit wat langzamer. Of in mijn belevenis gaat heel veel dingen langzaam, vind ik. Maar fijn. Vergeet niet te liken, te delen, abonneren en follow your heart. Bye.